We zijn proberen een gevecht te maken wat op de achtergrond redelijk uitziet. Mm-hmm. Maar dus niet is dat een van de twee dood. Ja, dus zeg maar Anthony hier. Je moet heel blijven, terwijl Jurk hier. Ja. Dat wij ook zijn moves uitvoert. Nou, we voeren allebei dus moves uit, maar we raken elkaar niet. Zodat we allebei niet beschadigd raken. En dat de achtergrond zo maar blijft. Kijk, als je iemand vol op zijn hoofd stond, niemand ligt op de achtergrond neer. Oké, okay. En dan? En dan komen die twee stoten. Nee, dat zie ik niet. Ik weet het niet. Wacht, blijf zo staan, blijf zo staan. Goed bezig. Hier zit je veel dit is Yassine die naar onze Leo mannenhoek. Leo Pesmaai. Dit is geweldig. Zeg maar, ja, dit zijn Pichel. Ja! Hij moet neergaan. Naar zijn hoofd dan, naar zijn hoofd. Go. Ja, en dan kijk je hier achter je om en dan zwaai je zeg maar koffertje een beetje met je mee. Dan zegt, snap je wat ik bedoel? Nee, ik snap het niet. Dus je kijkt zo ja, maar dan draai je zeg maar die koffer een beetje, in paniek draai je een beetje om. Jullie komen allemaal op tijd. Oh, en ik ben Keten. Ja. Probeer gisteren nog te slapen, maar ik slaap niet meer. Jammer dan, zeg maar als je morgen niet op tijd bent, dan reis je zo en lig je hier en dan komen al die Rajika's binnen rennen door de deur achter jou. Met een botten leven. De ene houdt je vast, de andere rondje loopt. Ik krijg al mijn wekkers zetten die ik heb, zijn iets van 4 of 5 euro. Maar ik maak je af met een botten leven. Je zou het ook zijn, dus die ook even vragen of je eruit. Oh ja, we kunnen elkaar wel eruit sleuren, ja. Dat is kut. Dan moet ik nog even...